zitten op loopafstand van de arena, dus we kunnen te voet naar de hal. En ik ga jullie nu een kijkje laten nemen in de mooie hal. Voor alle trainingen en de wedstrijden komen we via deze ingang binnen. En vooral hier in Japan wordt er heel streng gecontroleerd dat alleen bevoegde mensen hier binnenkomen. Dus wij hebben allemaal zo'n accreditatie bij ons. En als wij die niet mee hebben, komen we er ook gewoon echt niet in. Ook al heb je een wedstrijdshirt in, je komt gewoon niet binnen. Dan gaan we hier langs. Kijk, hij staat hier al klaar. Hallo. Thank you. Na de warming-up stappen we met z'n allen in deze lift. En dan gaan we naar het wedstrijdveld toe. Meestal zijn we dan een beetje gespannen. Sommige meiden gaan een beetje wat klappen. Een beetje zichzelf een beetje oppeppen. Na de wedstrijd lopen we hier altijd langs en hier staat alle pers. En vooral met de wedstrijd tegen Japan is het altijd super druk hier. Alle camera's, journalisten staan hier allemaal klaar om ons te interviewen. Na gewoon een wedstrijd is het altijd wel prima en wel leuk om een interview te geven. Maar je hebt natuurlijk ook van die wedstrijden dat je verliest. Nou, liefst kruip je dan achter dat hekje door, zodat de journalisten je niet zien en aanhouden om een interview te geven. Hier loop je langs alle artiesten die hier ook opgetreden hebben. Dus wij zijn ook een soort van artiest. Zoals je hier ziet, Robin de Kruif was er ook. Sorry, Robin. En ja, dat is natuurlijk wel vet dat er zoveel grote artiesten hier zijn geweest. En dat wij hier ook mogen optreden. En dan komen we hier bij het gedeelte waar Maret gaat tossen. Voor die deuren gebeurt de tos. En dan worden we één voor één hier naar binnen gehaald. We moeten meestal op nummer klaarstaan en dan gaan we hier het veld in. We staan dan met twee teams klaar. Aan die kant een team, aan die kant een team. Op een gegeven moment krijgen we een seintje en dan moeten we naar beneden rennen. En zoals je ziet ligt er hier een rode loper voor ons klaar. Maar het is best wel gevaarlijk hier, want er ligt daar een trappetje. En die treden zijn niet helemaal gelijk. Dus als wij het veld oplopen, dan gaat het allemaal een beetje krampachtig. Maar we zijn echt super bang om hier uit te glijden over de rode loper. Nou, zoals je ziet, het is een hele mooie ronde hal. En vooral de belichting is super fijn voor ons als spelverdeelsters. Want er zijn ook wel eens van die grote wedstrijdhallen dat de lampen echt heel fel zijn. En als zetter kijk je de hele tijd omhoog en als je dan die lampen in je gezicht krijgt terwijl je een bal zet, is dat niet heel relaxed. Dus dat maakt de hal wel heel fijn. En hij is heel groot, maar het publiek zit toch dicht bij het veld. En dat maakt het ook wel een soort van klus. En vooral de wedstrijd tegen Japan was echt super leuk om te spelen omdat er heel veel publiek zit. Andere wedstrijden waren iets minder druk bezet. Maar ja, het is desondanks een super mooie hal.